Maar even daarover gesproken, wedstrijd fit. Het mooiste van alles is dat alle spelers, en hij gaat het nu zelf vertellen, ook van Louis van Gaal, geselecteerd, die deden het dit weekend goed. En het was, nou, Louis gaat het even zelf uitleggen, dat de spelers die Louis dit weekend had geselecteerd, althans... Hou ik me eten binnen? Ja, let op de kop. Voor de eerste keer dat alle spelers die hebben gespeeld in het weekend. Ja. Dus alle spelers die ik geselecteerd heb, die hebben allemaal gespeeld. Oké. Nou, dat is iets om trots op te zijn. En dus ook de buitenlandse spelers. Ja. De buitenlandse spelers, die hebben ook allemaal gespeeld. Nou, dat is tot op heden nog niet voorgekomen. Dus dat is ook weer nieuw. Ja, maar goed, dat is natuurlijk het gevolg van het beleid wat ik hanteer. Oh. Satire, dit is geen satire. Dit. Nee, want als het satire zou zijn, was leuk. Ja, is leuk. Maar wat die Edwin Evers, die doet nog net alsof het satire is. Weet je, denk je, maar. Maar het wordt nou toch de hoogste tijd dat die Carlo Boshart hem ook eens neer gaat zetten. Ja, natuurlijk, man. Het is toch een druil, hoor. Die man is totaal ongeloofwaardig met die zelf ingenomen kletspraat. Ga nog even door. Ik heb het zo te doen met Hans. Ja. Vier interviews komende dagen. Ja. Even terug in de tijd. Bondscoach Louis van Gaal. Louis, je hebt het mooi hier meegenomen. Altijd. Soms schijnt altijd. Hier. Laat hier. En dan was er dus nog die nieuwe bus. Een fantastische bus. Ik heb hem helpen mogen samenstellen. Dus ik ken degene die de bus eigenlijk gemaakt heeft. Dat was serieus, hè, wat er net voorbij kwam. Ja, maar jij gelooft toch wel, als hij ooit bij Rooney dit maakt, van... Het zit hier, het zit hier. Ja. Dan zegt hij Rooney, nee hoor, het zit hier. Geloof jij zo wel? Stop, maar laten we één keer luisteren wat hij ook over die bus zegt. Ja. Ik ken degene die de bus eigenlijk gemaakt heeft. Dat we niet echt geloven. Louis. Degene die de bus eigenlijk gemaakt heeft. Goed, hè? Goed, toch? Ja. Ja, elke kent later die het gezegd heeft, maar ja. Heeft hij dat niet gezegd? Ja, dat heeft hij wel gezegd, joh. Tuurlijk. Maar hij heeft hem waarschijnlijk ook gemaakt, denk je niet? Daar is hij van overtuigd. Ja. Ja. Nou ja, het is toch ook wel lekker om Louis van Gaal te zijn. Lijkt mij, toch? Heerlijk. Oh ja, ik denk dat Louis van Gaal heel blij is dat hij Louis van Gaal is. Zeker. Deze man is 100% overtuigd van zichzelf. Ja. Alles wat hij doet, wat hij daar goed in is. Hij vindt dat alles wat hij aanpakt, pakt hij goed aan. Hij heeft mensenkennis, nou ja, noem maar op. Ja. Dat kan niet op, nee. Louis. Dat is toch heerlijk? Ja. En als het een keertje fout gegaan is het niet zijn schuld. Ja, maar weet je wat nou het probleem is, Wim? Ja. De ene keer kan ik daarom lachen... Ja. Maar er zijn ook momenten dat ik me er kapot aan heb. Ja, welke dan? Nou, nee, maar dat heb ik af en toe als hij dan weer staat te raaskallen... en met overslaande stem en zo'n rode nek, dan heeft hij een paar bakootjes op. Ja. Nou. Maar het mooiste is natuurlijk op een... Kijk, hij is op zijn minst als hij niet zoveel succes heeft. Ja. Maar op zijn best als hij... Toen bij Biden, hè, dat hij bij die sportshow zat en, en zijn vrouw op de eerste rij luffeltje, was. Luffeltje. Wat werd die groot toen, hè? Wat werd die groot toen, hè? Jullie kennen mijn relatie. Ik heb hem 2 jaar geïnterviewd na elke interview. We hebben nog beelden van, trouwens. Nou, wanneer? Na wedstrijd? Nee, dit toch? Had ik dat eerder geweten, dan had ik gaan juichen! Dan kom je hier, Hans! Moeten weten! Maar ga door. Nee, nou zou ik maar niks meer zeggen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, het heeft altijd gebotst. En ik ben er echt niet... Af en toe ben ik er wel bewust op uit geweest, maar niet heel vaak. Want wat je ook vroeg, hij werd boos op mij. Omdat hij... hij heeft er niet wat wil je zeggen? Hij heeft er niet zo op mij. Maar ik moet eerlijk zeggen, los van het ik gisteravond... Ik was het inhoudelijk... Met heel veel dingen met hem eens. Hij zei, totaal voetbal is de Michels uitgevonden. Cruijff heeft het overgenomen en ik heb er wat aan toegevoegd. Was je daarmee eens? Nou, was ik het niet mee eens, maar ik was het wel... Maar waar was je het dan wel niet eens? Ik was het eens. Het waren wat hij doet, dat is hoofdzakelijk open deuren in trappen... met heel veel bombari, Ja, maar Hans, theatraal. Die man zegt gewoon,
Ik ben voor het totale mensprincipe. Ja, en dan wacht hij. Want dan wacht, nee, dan ja, wacht hij. En dan komt het. En dan zegt hij... Want achter iedere voetballer zit een familie. Een mens is een uniek ja, iemand. Denk ik, ja, dat begrijp ik godverdomme nog wel dat er een familie achter elke voetballer zit. Op een gegeven moment gaat het ook over die bordessen. En dan vraagt Vilan Ekers wat daar dan precies mee aan de hand is. Want die begreep dat niet helemaal. Dat hij zei, door de media heb ik daar een heel slecht imago door gekregen. Nou, maar, dat is niet zo, hè? Nou ja, ik bedoel, de kern is nog steeds... Oh, ik denk, je gaat hem laten zien. Oh, nee, maar ik begrijp niet waar je met hem eens was. Want wat hij zei, wat hij zei waren open deuren. Want heel Nederland vindt het onverstandig... dat alle mensen in de zomer weer naar het centrum gaan... en naar het strand en naar het park. En dat concludeert hij dan ook. Want je hoort niks anders op de tv. En dan ben je het roerend met hem eens. Ik heb niets opgestoken van dat hele gesprek. Het was... Eén opgeblazen kikker. Ik. Het was walgelijk. Ja. Wat wil je doornemen? Nou, laten we eerst eventjes dat geslijm met die Van Gaal doornemen. Ben je er nu al naartoe? Naar Van Gaal nu gelijk, ja? Ja, toch? Jeroen gelijk... van de Boom? Ja. Ja, ik... Ja, weet je wat het is, Johan? Ik vind het kostelijke tv. Het is toch ik denk dat de mensen het ook heel leuk vinden. Ik vind het kostelijke tv. Kijk, die man... Die is geen verkeerde man. Die zit, weet je, hij heeft best een goed hart en hij is emotioneel en hij... Snel boos? Nee, ook nog ineens. Ja, al gespeeld boos. Maar ja, hij is zo vol van zichzelf. Nou, dat is niet normaal. Nee, maar ik zat te kijken, René, en toen dacht ik van... Dit is nou het liefste wat hij doet. De hele dag wil Louis van Gaal over Louis van Gaal praten. Ja, ja. Ja, vond hij het fijn? Merkte hij dat? Vond hij heerlijk. En die interviewer, die stelde niet eens, nee. niet eens een relevant vraagje. En die ging steeds liedjes voor hem zingen. Maar dat vond hij lekker. Nee, maar ik had wel... Ik had ook het idee dat als hij al een gesprek met Van Gaal had... was er wel heel erg in geknipt. Dat was enorm in geknipt. Dat zie je iedere keer. Dat had hij zelf ook. Die moest heel veel haast maken. Ja, ja. Maar kijk... Zo'n 80 minuten opgenomen in totaal. Zo'n laatste nummertje over Louisje... Ja, daar zou iedereen van zeggen, nou, doe dan maar niet waar ik bij ben. Want dan voel ik me niet prettig bij. Even voor de mensen die het gemist hebben... Maar Louisje, die zit echt... Heerlijk, die gaat hem omhelzen. Ik vind het heerlijk, zo'n nummer. Ja. Nou, kom op. Oh, Louis. Jij man van veel gezichten. Jij mag... bij hoge bomen staan. Hoewel de wind zich op jou richtte, heb jij de stormen steeds doorstaan. Ja, hij vindt dit geen moment gênant. Nee. Geen seconde vindt hij dit gênant. Nee. Terwijl dit is gewoon, dit kan echt niet. Hier moet je niet gaan zitten. Dit kan echt niet. Dat was te ongemakkelijk voor jou gewoon. Je was weggelopen. Ja, ik had echt gaan zweten. Ik vind dingen al heel ongemakkelijk. Matthijs van Nieuwkerk, die heeft dat ook heel erg. Hè? Maar alleen het begin al, dat die Jeroen van de Boom zegt... Louis, het is een enorme eer je in mijn programma te hebben. Maar dan niet nou, weet je wel. Nee, maar gewoon dat volledige... Ja. Nee, maar dit is een programma dat is eigenlijk alleen geschikt... door ijdeltuiten die ontzettend ingenomen met zichzelf zijn. Het is geen journalistiek programma, het is gewoon een entertainmentprogramma. Ja, maar ik denk ook dat de mensen Louis een hele sympathieke man vonden... na de uitzending. Je bent ook bevriend met hem geweest. Daarom. Ik heb vaak genoeg bij hem geslapen. Het is gewoon een goede gozer, alleen... Bij hem geslapen? Ja, tuurlijk. Waarom slaap jij bij Louis dan? Nou, dan ging ik, zeg maar, dan hadden wij zondags gevoetbald. Na voetballen ging Atal de Chinees in de spelerszoom. En dan daarna ging ik met hem mee naar huis. En dan dronk ik nog wat biertjes bij hem thuis. En dan ging ik de volgende dag met hem... Bij Sparta? Ja, de volgende dag met hem naar die school. Don Bosco? Ja, en daarna gingen we trainen. Maar hij prima gozer. Echt een goed hart. Echt prima gozer. Maar ja... Snel boos. Pietje, wil je nog één keer zien? Het is wel een nou, ja, ik ben bang dat ik het dan niet droog hou. Nou, laat het één keer proberen. Gewoon één keer. Oh, Louis. Jij man van veel gezichten. Jij mag bij hoge bomen staan. Hoewel de wind zich op jou richtte. Happy.
jij de stormen steeds doorstaat. Ja, ik zie een traantje nu. Er komt wat. Nee, nee. Maar dat is eigenlijk het enige. Ik wil nog geen eens zeggen minpunt, want ik kom er kostelijk mee vermaken. Louis. En voor de rest is het gewoon een prima vogel waar niks mis mee is. En ook dat spieren voor spieren, daar zet die man zich ook belangeloos al jaren voor in. En op een goede manier. Bij een man die ook in zijn league zit natuurlijk, dan kom je uit bij Louis van Gaal. En ja. Ik weet niet of je hebt gekeken gisteren, maar... Nou ja, weer wat ik zei. Je gaat zitten en het gaat toch weer gebeuren. Hij deed het, hè? Hij deed het weer. Hij deed het weer. Zullen we een klein stukje eerst kijken? Dan kunnen mensen die het gemist hebben. Ja. Dat waren er nogal wat. Even kijken hoe dat was. Ik heb hier een oranje das. Die heb ik speciaal voor koning Willem-Alexander aangetrokken. Ja. Ik ben geridderd. Ja. Dus deze man, die bindt het Nederlandse volk. Dat is al zo'n belangrijke... We hebben gewoon een afspraak, anderhalve meter. Mag ik ook wat zeggen? Ja. Belangrijk is dat al voor het Nederlandse volk. Nou gaat hij in zo'n straat. Ik denk dat Floor niet één keer heeft meegemaakt dat iemand met Floor op de foto wil. Maar met die koning willen ze allemaal op de foto. Met mij ook. Ik ken het probleem. Ja, dat is toch heerlijk, man. Met jou wil niemand op de foto. Nee, maar ook dat hij met zo'n ridderorde zit en een oranje das, maar... Hij stelt eigenlijk dat hij en de koning zijn de belangrijkste mensen in dit land. Ik zie daar trouwens een plein, Helene. Ik zie daar een bepaalde omgeving die je ergens voor kent. Ben je ook nog op een specifieke plaats geweest toevallig of niet? Nou, je hebt natuurlijk een aantal bedevaartsoorden in de wereld. Je hebt Mekka, je hebt, wat heb je nog meer, het Vaticaan. Maar het grootste bedevaartsoord ligt natuurlijk in Duitsland, in München, op het Marienplatz. En dat moeten jullie wel kennen, want het is het favoriete balkon van onze toekomstige bondscoach. En dan weten jullie natuurlijk over wie ik het heb. 2010, Bayern München, landskampioen. En Louis van Gaal, die ging even lekker los. Was met Van Bommel trouwens nog. Wie zat er allemaal nog meer in? Ribéry, volgens mij. Robben. Kortom, dat is wel een bekend plaatsje, ja. Ik ga het gezien. Viele vrouwen zijn hier. Zo ook viele Mutti. Een dikke koets van de trainer van de meester. Und wer hat die beste Verteidigung? FC Bayern! FC Bayern! Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Wie sind die beste? Ja, hij deed hem goed nou, hoor. Ja. Doet hem prima na, of niet? Maar ik ben die nu, die snor. Ik ben nu tot de conclusie gekomen... Ik heb toch liever dat Nederland dan nooit meer iets wint... dan dat die gek weer terugkomt. Je hebt je nu weer bedacht, begrijp ik. Je wilt toch weer niet. Ik vind dit zo walgelijk. Want hij gelooft ook nog... Het valt me nog mee dat hij niet riep... en wie heeft de beste trainer? Dat zou er nog aan ontbreken. Dat bedoelde hij toch eigenlijk ook? Ja. Nee. Hij is toch de trainer van Der Meister, toch? Ja, maar ik vind dit zo primitief en ik vind het zo demagogisch. Ik vind het walgelijk. Ja, maar Johan, dit is ook... Als die moet blazen, wordt hij in de gevangenis gezet. Mm. Er zit ook al een fles Bacardi in natuurlijk nu. Gewoon. Minstens één. Gezelligheid, hè? Ja. Minstens één, ja. Maar ja, als ik zo op tv zou komen... zou ik een maand niet buiten durven komen. Nou, er zijn genoeg momenten waarbij je ook later kan denken... ik had beter even een maand niet buiten kunnen komen in jouw geval, hoor. Dus in dat opzicht, hè? Ja, ik wil niet moeilijk doen, maar... Hè? Dan, jij was de eerste in België met de gouden schoen... dat jij de beste speler was van de competitie. Ja. Rob Rensenbrink en nu de derde man, Ruudje Vormer. Wat vind je ervan dat hij jou goed Hij verdient dat. Ja? Nee, dat meen ik echt. De eerste stemronde niet, want hij ook maar 10 punten had. Maar de tweede stemronde was hij veruit de beste... Het is knap, want er hebben best goede Nederlanders in België gespeeld. Maar Arie Haan, noem maar op. Hè? Dan, ja. Dat hij dan toch de derde, Ruud Maar Geels, het gekke met Ruud Vormer is... het was in Nederland een huistuin- en keukenvoetballer. Bij Feyenoord kon hij niet aan. Gisteren kreeg hij de schoen daar van zijn vader. Kijk, hier komt hij aanlopen met die schoen. En Louietje had wat zwaar geluncht, hè?
Louis had zwaar geluncht. Louis had, die had even drie flesjes rosé naar binnen gewerkt tijdens... Niet van genoten dat je zegt, leuke speech, Louisje. Louisje. Ik denk dat Louisje me ontdekt heeft. Ja, Louisje. Hij komt van AZ. Maar net Louis heeft dat ook gezegd. Louisje had een clubsandwichje met drie flesjes rosé. Ja? Zullen we even kort een stukje kijken? 100%. Even Louis. Ja. Klein drankje op. Natuurlijk. Louis van Gaal, daar heeft hij. Ja, ik vind het een geweldige eer dat ik deze schoen mag uitreiken aan een speler die ik al eerder een bronzen schoen heb uitgereikt. En toen kon ik nog zeggen tegen hem, ik heb de zilveren schoen gewonnen, Ruud. Maar nu kan ik dat niet meer zeggen. Ik liet hem debuteren, dus ik zag het toch wel goed. Ik hoop wel dat de volgende stap natuurlijk één is. Dat hij toch weer een kans krijgt. In Nederland zelf. Eventueel voor het nationale team van Nederland. Gefeliciteerd. Bedankt meneer Van Gaal voor uw toespraak hier. Maar je ziet ook in die zaal die mensen ook denken, wat is dit voor een gek, joh? Ja, goed. Ik denk dat dit voor Ronald Koeman een reden is om hem nooit meer te kiezen.